En we gaan direct door met de volgende categorie. En dat is die van de relatie-events. Want met een goed event kun je klanten aan je binden. Maar wie slaagt daar het beste in? Genomineerd. Toekomst in het vizier. Hier zitten ze. 100 jaar Tata Steel. En het Probo Festival. Hele enthousiaste genomineerden. Vanuit de jury is hier Klaske Postuma. Geef haar een warm welkom. Zij is marketing manager bij Leaseplan. Ja, Klaske. Daar is het verlossende woord voor één van deze drie super enthousiaste genomineerden. Vertel. Ja, ik denk dat we gewoon drie hele mooie cases hadden hier. Zeker. Verschillend, mooi, maar ik ga het niet zo lang maken als mijn voorganger. 25.000 bezoekers, waarschijnlijk nog wel ietsje meer, van diverse doelgroepen, lieten na afloop van de 16 evenementendagen weten door het evenement zich veel meer onderdeel te voelen van een community. En de winnaar is 100 jaar Tata Steel. Het hele team van Tata en van IDTV stormt het podium op, aangevoerd door Theo Henrar, de bestuursvoorzitter van Tata. Wat daar is gerealiseerd is een waardig eeuwfeest voor de hoogovens, de staalproductie in Nederland. En dat wordt gezien, dat wordt gewaardeerd. Het is op een unieke manier gevierd en vandaar de gouden giraf. En dit gloriemoment geeft ze een heel groot applaus. Het team van Tata Steel en IDTV, hele mooie winnaars hier op het podium. Enorm gefeliciteerd. Ja, volgens mij zit er iemand toch te kijken van ik wil er nog wat over zeggen. Dat is niet afgesproken. Nee, het is geweldig geweest wat het heeft losgebracht bij alle medewerkers, maar ook bij de gepensioneerden die dat bedrijf hebben altijd door crisis heen hebben geholpen. We staan er hartstikke sterk voor. En we gaan staal CO2 neutraal maken bij 2050. Dus jongens, koop staal. Hoppa, heel mooi. Schitterende winnaar.